lijkt me dat ik een handstop kan praten. Vind je het erg om in mijn vlog te zijn? Nee hoor. Oké. Nou, ik ben dus een YouTube-serie gestart. Goed zo. Over het opbouwen van een fashion brand. Oh, dat vind ik. Oké, ik ben een beetje laat begonnen met deze vlog. Ik ben dus onderweg naar een heel leuk evenement van Gold Diggers Club voor ondernemende vrouwen. Voor vrouwen die graag willen ondernemen. Ik ben natuurlijk te laat. In ieder geval, het is dus in het W Hotel. Ik weet niet of ik moet zeggen W of W in Amsterdam, waar ik al 700 jaar niet ben geweest. Maar nu ik er weer ben, denk ik, oh my god. Waarom kom ik hier niet vaker? Ik ben altijd al heel gek geweest op Amsterdam. En vandaag ben ik dus hier voor dat evenement. En mijn grote heldin, Olcay Gülsen, gaat spreken. Dus daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Lijkt me echt super leuk. En volgens mij is het dus hier achter mij. Ik ga maar snel naar binnen, want ik ben natuurlijk laat. Ik ben ook geholpen, ik moet een ander ook helpen. Ik studeerde personeel arbeid in de avonduren en ik wilde eigenlijk graag ondernemen daarnaast. Maar ja, toen lachte mijn moeder me bijna uit. Zei van ja, maar op wie ga je dan terugvallen? Ja, lijkt me dat ik ben altijd op kantoor. Dat is geen zin. Vind je het erg om in mijn vlog te zijn? Nee hoor. Oké, nou ik ben dus een YouTube-serie gestart. Goed zo. Over het opbouwen van een fashion brand. Oh, wat goed. Maar ik vroeg me af, wat is de allereerste stap die je gezet hebt toen je met Supertrash begon? De allereerste stap? De allereerste stap is dat ik een hele kleine collectie heb ontwikkeld. Van 12 stuks. En meer niet. Een teken? Ja. 12 stuks. Alleen getekend. En ook gaan ontwikkelen bij een fabrikant. En ik had geen enkel idee aan wie ik die wilde verkopen. Je had nog geen doel. Nee. Het maakte alleen maar wat mooi vond. En dat is toen uiteindelijk een Supertrash geworden. Ja. En dat was het succes. Ja. Ook meteen heel goed. En we waren allemaal verpakt in een doosje, want ik vond in principe presentatie op dat moment veel belangrijker nog dan het product. Want ik vond namelijk dat in Nederland niemand echt aandacht besteedt aan presentatie. Dus ieder stuk van Supertrash zat in een heel mooi bruin doosje. Dat is natuurlijk ook een uniek product. Ja. En goed verpakt. En dat was echt wel een meerwaarde. Je kocht echt een cadeautje voor jezelf als vrouw. Dus okay. Zo ben ik begonnen. Oké, dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Succes. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Sowieso voor het eerst trouwens dat ik iemand interview. Met mijn eigen vlogcamera. Dus ik hoop dat het beeld mooi is geworden. Maar wat een inspiratie. Geweldig. We gaan nu even lekker lunchen. Veel hobbels in, er zitten loops in, er zitten hele diepe dalen in en ook mooie pieken. En dat is ook ondernemen. Er zullen dagen zijn dat je denkt, yes, dit gaat echt zo goed. En er zijn ook dagen dat alles tegen zit en dat je denkt, shit, hoe ga ik dit ooit weer oplossen? Maar ook dat komt altijd weer goed. En wat ik dus eigenlijk nu probeer te doen is, als ik met iemand bespreek van een taak of iets bespreek om te gaan doen, ben ik eigenlijk bezig, oké, die persoon. We hebben een community manager en dat is ook een designer. Ja, die hoef ik echt niet te vertellen hoe ze moeten designen. Dus ik hoef alleen te vertellen, oké, dit is wat we nodig hebben. Het moet dan als zij...
zo leuk. Ik heb echt heel veel inspiratie opgedaan. En het was zo leuk ook om met allemaal gelijkgestemde vrouwen op één plek te zijn. En gewoon je ideeën te delen over ondernemen, ondernemerschap. En wat zijn de valkuilen? Tips uitwisselen. En natuurlijk gewoon mijn grote idool Olje. Ik vond het echt zo leuk. Echt Yves, bedankt daarvoor. Ik zal er bij de volgende keer zeker weer bij zijn. En ik heb zoveel inspiratie opgedaan om nu zelf ook weer aan de slag te gaan. En ik hoop jullie ook door deze video. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En je duimpje omhoog te doen als je het een leuke video vond. Ik ga nu snel naar huis. Lekker naar mijn kleine meisje. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!